Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep & Tender videoblog. Ik ga die ook er niet in zetten. Vandaag gaan we het hebben over de Primeur 715 Tender. De 715 is een afgeleide van de eerst gemaakte Primeur 710, die staat hiernaast. Het verschil is eigenlijk de kabelaring. Want de 17 is een heel mooi sportief uiterlijk, dat heeft deze ook wel. Maar een aantal vonden het toch prettig om er een touw omheen te hebben, wat extra bescherming. Dus dat heet kabelaring inderdaad. Dus bij deze boot hebben ze een kabelaring gemaakt. De 715 is... Nu zit je heel hard te lachen. De 715 is 2,50 meter breed. Het zusje is 2,40 meter breed. Dat zit hem dus in die kabelaring. Hij is 7 meter lang. Hij kan motoren hebben tot en met 100 pk. Die worden hier in de bun geplaatst. Dus een buitenboordmotor wordt hier in de bun geplaatst. Nou, met die 100 pk hebben wij al snelheden behaald van 55 km per uur. Ik moet er wel eventjes bij zeggen, dat is altijd alleen gemeten. Dus denk niet als jij hier met z'n tienen in gaat zitten. Ik weet even niet of dat kan. Mag. Dat je ook die snelheid behaalt. Maar met één persoon gemeten hebben wij dus 55 km per uur. En dat betekent dus dat je eventueel kan waterskiën. Nou, dit is dus die bun waar ik het over heb. Dus waar de motor in wordt geplaatst. En die is zo groot dus voor die 100 pk. Ik moet er wel eventjes bij zeggen. Die 55 km per uur waar ik het over had. Dat verschilt per motor hoor. Dus daar kan nog wel eens een beetje verschil in zitten. Het verschilt ook van hoe zwaar is degene die achter het stuur zit. Onze monteurs die hebben niet heel veel koekjes gegeten. Die zijn alleen maar aan het rennen. Dus die zijn super slank allemaal. Maar heb jij misschien een echt bodybuilders figuur of... heel veel koekjes gegeten, dan kan het zijn dat daar dus nog wel eens een beetje verschil in zit. Dus hamer, pin me niet vast op die 55 km per uur, maar dat hebben wij dus al wel kunnen halen. Nou, er is een aantal dingen wat heel erg fijn is aan deze boot. Allereerst zijn het de vaareigenschappen, want die zijn echt waanzinnig te noemen. Dit is een boot, als ze hier een proefvaart mee gaan maken, gaan ze even een extra rondje om, omdat hij gewoon zo lekker vaart. Ook met een 30 pk, dan vaar je gewoon lekker chill. En een paar van de andere dingen, bijvoorbeeld is het zitten in de boot. Achterin al heb je een hele lekkere brede bank. Dus dan kan je zeker met 3 personen kan je hier zitten. Niet dat je dat altijd doet, maar het kan dus wel. En je hebt ook nog best wel een hoge rugleuning achterin. Maar voorin is extreem hoog. Voorin heb je weer een afstapje naar beneden, waardoor je dus weer een stukje hogere rugleuning hebt. En je kan zien hier... hoe hoog en hoe meer je naar voren gaat, hoe hoger het is. Nou ja, en zoals je ziet, de kap heb ik nog genoeg ruimte. Ik ben 1,70 meter, misschien als iemand wat langer is. Maar ik denk niet dat je heel snel met je hoofdje tegen de kap aankomt. En zelfs hier, helemaal voorin, normaal gesproken kan je hier echt niet zitten. Als de kap op is, dan is hij zo schuin, dan moet je echt wel even aan de zijkanten gaan zitten. Maar hier is dat dus niet het geval. Dus je kan hier gewoon ook zelfs met dit schuine gedeelte onder de kap blijven zitten. Wat ga ik hierover vertellen? Nee, hier sta ik bij het console. Hij ziet er nu nog een beetje kaal uit uiteraard. Contactslot komt erop en je gashendel komt erop. En hier is er natuurlijk nog ruimte voor allerlei meters. Het is een console waar je mooi lekker vrij omheen kan lopen. Met een 30 pk... ga je natuurlijk wat langzamer en heb je niet heel veel kans dat je je vast hoeft te houden. Maar stel je voor dat je dus een 100 pk in deze boot hebt, is het misschien wel fijn als je hier omheen staat om even wat grip te hebben. Het is ook mogelijk om op het console een RVS railing te zetten. Dat is optioneel. En dat gaat Koen even laten zien. De boot hiernaast, een Primeur 710, die heeft dat dus. Ja, tevens, wat je net misschien ook al zag, wat een glimpje. Hier zijn de opbergvakken. Dat zijn instaptreders. Er zitten daarnaast ook nog instaptreders, maar hier kan je gewoon opstaan. In die instaptreden, zeg maar, zit een luikje.
En daar kan je gewoon allemaal spullen in opbergen. Dus je hoeft niet op te staan of onder een bank van een van de passagiers. Dat kan je gewoon hier opbergen. Het is ook mogelijk om in een van deze luiken een koelkast te maken. Een compressorkoelkast. Dus dan houdt het, of maakt het ook je drankjes koel. En als je het handig vindt, en dat heeft dus ook de 17 hiernaast, kan je hier dus ook een RVS-reling op laten maken, zodat je spullen die je erop zet niet verschuiven. Dus dat is hiernaast. Misschien kan je dat even filmen, Koen. De opbergvakken, dat wil iedereen ook even graag weten. Je wil natuurlijk weten hoeveel spullen jij mee kan nemen. Ik had het net over de twee opbergvakken aan de zijkant, waarvan je de ene koelkast kan maken en de andere sowieso opbergvak. Of alle twee koelkast, wat je zelf wil. Maar voorin is er nog meer opbergruimte. Dan onder de zitbanken aan beide kanten, links, rechts. Hiervoor heb je ook nog een opbergvak. En daar kan je eventueel een chemisch toilet of een droog toilet in plaatsen. Dit opbergvak die loopt helemaal door tot daar. Je zou er misschien één van de kussens in kunnen, maar je kan niet het hele zonnedek, waar ik nu op zit, dus het hele zonnedek erin kwijt. Over het algemeen wordt dat achter in de boot. Dus onder de bestuurder wordt dat neergelegd. Ondanks dat daar ook de brandstoftank staat, kan dit er makkelijk nog bij. En dit is dat zonnedek. Dus dat zonnedek is eigenlijk, bestaat uit wat kussens en planken tussen de banken voorin. En dan kan je heerlijk chillen. Of misschien dat je een nachtje weg wil op de boot, dan kan je hier lekker slapen. Bestaat uit een aantal delen, zodat je het makkelijk op kan bergen. En je ziet ook dat er de planken gedeeld zijn. En de plank waar ik net op zat, die is heel erg mooi. Die verschilt, want hier kan je dus gewoon een tafeltje van maken. De plank heeft de kleur van de vloer. In dit geval hebben wij een flexitiek vloer in de boot gelegd. En ook dan is de tafel van flexitiek. Hier kunnen we dus nog een extra poot onder maken. Dit is gewoon een tafelblad eigenlijk. Met een klein opstaand randje. Zodat je spullen er minder makkelijk afschuiven. Maar we kunnen dus een voet in de vloer maken en een tafelpoot en dan een bevestiging aan dit blad. Zodat als je hier lekker zit, kan je je spulletjes en lekker je eten erop zetten. Nou, zoals je de boot hier ziet, is die niet helemaal standaard. Je kan hem redelijk basic uit laten voeren. En natuurlijk upgraden met allerlei leuke opties. Een van die upgrades die we hier hebben gemaakt is de gewatteerde kussens. Normaal zijn dit gladde kussens. Dit zijn gewatteerde, dus een ruitje zit erin. Het diamanten, dat heet deze stof, deze luxe stof, dat is wel standaard. Ik moest het heel raar te doen. Dit is wel standaard. Dat is een hele mooie afneembare stof. Dus heb je een vlekje in je stof, kan je het over het algemeen heel goed eruit krijgen. Wat je niet goed eruit krijgt is zonnebrand. Zonnebrandcreme moet je echt mee uitkijken bij diamanten. Dat zal wel bij meerdere stoffen zijn, maar diamanten vindt dat echt niet zo grappig. Dus als je zonnebrandcreme op hebt, doe dan even een handdoekje over de kussens heen. Sowieso voor het behoud van je kussens natuurlijk wel beter. Nog meer luxe opties wat hierop zit, is onder andere dus die flexitiek vloer. Normaal gesproken heb je teak line, dat is helemaal gratis op de vloer en op het zwemplateau. Kunnen we straks even kijken of we daar een voorbeeld voor hebben. Of we hebben Finland teak in het zwart en in het bruin. Of we hebben dit hele mooie flexitiek wat niet verkleurd. Het is wel een dure optie, maar uiteindelijk als jij van plan bent om je boot langere tijd te houden en ook langere tijd heel mooi te houden, flexitiek is echt iets wat nauwelijks verkleurt. Het enige wat je moet doen is schoonmaken. Nog iets anders wat deze heeft aan luxe optie is een RVS-reling. Het is niet per se noodzakelijk, maar het is wel lekker om je even vast te houden. En het staat misschien ook wel heel erg mooi. Rondom de boot hebben we dat hier geplaatst. Dat is dus optioneel. En als je hiernaast kijkt bij de Primeur 17, wat nagenoeg dezelfde boot is, zie je hoe het eruit ziet zonder dat RVS-relingpakket. Even terugkomend op de vloer. Dit is dus de Finland teak houtkleurvloer. Dus deze heb je in het zwart en in het bruin. En Finland teak is wel teak klein eigenlijk. Maar er zit een mooie rand omheen, zodat het net lijkt alsof het een echte teak vloer is. En ik weet niet of ik een voorbeeld heb eigenlijk van die andere vloer. Ga ik even kijken nog. Dit is een hele andere boot, maar wel even om, tenminste een heel ander merk, om te laten zien wat teak line, wat we daarmee bedoelen. Hier zie je dus het verschil met het Finland teak, dat hier dus niet die rand op me heen zit, maar lijfhout. Deze vloer is lijfhout. De, wat, jouw fout? Lijfhout. Lijf,
Wat zei ik nou? Mijn fout, ja, maar ik bedoel lijfhout. Zei ik mijn fout, lijfhout? Hé? Nou goed, anyway, ik heb geen joker meer. Dus ik moet door. Dit is dus de standaardvloer. Deze zit er gratis in. In plaats van anti-slip krijg je dit dus. Ik had het over de motoren. De motoren die erin worden geplaatst van 30 tot en met 100 pk. Dit is de 30 pk. Dus zonder vaarbewijs kan je die varen. Wat daarna veel gekozen wordt, waar is die? Is de 60 Suzuki. En wanneer je het allersnelst wil gaan met deze boot, is het dus deze waanzinnig mooie 100 Suzuki. Dit was alweer het einde van deze Sloep & Tender videoblog van deze vrijdag. Ik hoop dat je hem leuk vond. Kom gewoon bij ons langs om hem even te bezichtigen. En wacht niet heel erg tot in de zomer, want dan ben ik bang dat hij niet meer in de showroom gaat staan. Want hij is voor dit jaar in ieder geval vrij bijna uitverkocht. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ga je even abonneren hieronder, zodat je de volgende keer weer eventjes een van onze vlogs gaat zien. Krijg je een signaaltje. Heel fijn weekend voor nu. Schrijf je commentaar hieronder. Als jij er eentje hebt, schrijf het hier ook eventjes onder. En tot volgende week.